Schiet mij maar lek, schiet mij maar lek. Schiet mij maar lek, schiet mij maar lek. Schiet mij maar lek, schiet mij maar lek. Nou, schiet mij maar lek, hè. Jongen. Lieve jongen, wat is er gebeurd? Ik ga mijn hele leven radicaal omgooien. Ah, eindelijk een ongeluk gehad met jouw brik van jou? Nee, ik ben met de tram. Met de tram? Ja, hij wou niet starten, dat kaleren ding. Is die tram over jou heen gereden of zo? Even één kleine tip, Annabel. Als je accu leeg is, niet aansluiten op het lichtnet. Heb jij 220 door je test gekregen? Idioot. Ik heb een bijna doodervaring gehad, Annabel. Jong toch? Ja, ik zag mijn hele leven als een film aan me voorbij trekken. En in de pauze wou ik er al uit. Ja. Hé, maar zag je ook zo'n groot licht? Zag je licht? Ik gaf licht. Nee, maar weet je, ga je dan door zo'n tunnel? Nee, gewoon bij mij in de straat. Annabel, weg met dat oppervlakkige gedoe. Ik ga mijn hele leven anders omgooien, want ik begrijp nou pas waar het allemaal om gaat in het leven. Kom, ga nou maar even lekker zitten. Nou, beter van niet. Ik heb alles laten lopen. Verdamme, moet jij je niet even gaan verschonen dan? Ik ga het eens even op een hele andere boeg ga ik het allemaal gooien. Het kan zo gebeurd zijn. Ja, weet jij al van Hompelaar? Hompelaar, wat is dat? Van de Stadsdeelwijkbuurtraad, dat is de baas van Freek. Was de baas van Freek. Heeft hij ook een bijna doodervaring gehad dan? Nee, die heeft een hartstikke doodervaring gehad. Ja, lees. Jongen. Ja. 30 jaar achter zijn bureau zitten pitten en zo'n artikel in de krant. He, terwijl ik werk niet, gek. Maar denk je dat als ik de moord steek dat ik in de krant kom, hè? Nou, je kwam verdomd dichtbij vandaag, hoor. Nee, maar hoe ga ik de geschiedenisboeken in? He? Hoe zal het nageslacht zich mij herinneren? Heb jij nageslacht dan? Nou, nee, nog even niet, maar daar wordt ook hard aan gewerkt, hoor. Ja, nou, je zegt, hoe was jouw etentje gisteravond? Met dat ding met die hysterische hinnik? Ja, geweldig, hoor. Oh ja? Heb je nog... Ben je met haar... Nee, ze kon zo goed met me praten, zei ze. Ze zag me meer als een soort broer. Ah, jongen toch. Nou, goed, oké, wat hebben we vandaag? Muizen. Muizen? Ja, nou, eentje maar. Maar er waren heel weinig poepjes. Dus... Gadverdamme. Nou, ik verzeker je wel één ding, hè. Of zij eruit, of ik eruit, hoor. Okay. Ik ga er meteen wat aan doen. Ja. Maar zou je dan niet eerst even schone kleren... Alsjeblieft, 39,50. Nee man, gewoon kaas. Voor de muizen. Voor in de vallen. Ja, dan had je dat niet meteen kunnen zeggen. Ja. Ben jij bang voor muizen? Nee, natuurlijk niet, nee. Dan maak ze liever alleen hartstikke mors dood. Nou ja, ik kan er niet mee zitten. Heb jij ook muizen hier dan? Ja, wat dacht je met zo'n keuken? Nou, je weet in ieder geval zeker dat je geen ratten hebt. Ratten? Ja, muizen zijn bang voor ratten. Dus als je muizen hebt, dan weet je zeker dat je geen ratten hebt. Dus al die tijd dat wij geen muizen hadden, hadden we waarschijnlijk ratten. Ja, je bent ook wel stoer jij, hè? Ja, nou, kan ik een paar vallen van je lenen? Ja, is goed. Hoeveel wil je er? Nou, hoeveel je er kan missen. Oh, gaan we het groot aanpakken? Ja, zeker weten. Maar alles, hè? Alles ga ik groot aanpakken, hè? Want mijn hele levensvisie is veranderd, hè? Weg met dat oppervlakkige gedoe. Ja. Ga eens even zitten. Nee, beter van niet, denk ik, ja. Oh. Ik ben dus allerlei projecten aan het ontwikkelen ook, hè? Want ik ga alles radicaal omgooien. En ik ga ook meer aandacht besteden aan vrouwen. Nog meer? Ja, dat ze weten dat je niet alleen maar heel goed met mij kan praten, maar dat ik ook nog wel even wat anders in huis heb. Ja, dat moet lukken met zo'n kapsel. Nee. En ik zou ook even een andere aftershave nemen. Nee, maar dat ga ik ook wel doen. Maar dat met die muizen, dat moet eerst. Ja, scheiterd. Ja. Hé, maar wat voor projecten ga je doen dan? Een misverkiezing. Een misverkiezing? Ja, Peer, heb jij verstand van vrouwen? Nou, niet zoveel als jij. Nee, maar wil jij ook in de jury? Als ik het goed begrijp, wil jij dus de geschiedenis in als de man die de Miss Stadsdeelwijk buurtverkiezing organiseert? Ja, want ik heb nog even geen nageslacht, hè, tijdelijk. Even een puntje. Ja? Er zijn hier heel veel vrouwen van andere culturen. Juist, hoe meer culturen, hoe beter. Als het maar in bikini is. Ja, nee, maar we doen het wel met kwaliteit natuurlijk. Hè. We gaan hun hele leven belichten en met literaire kennis en zo. Ja, nou ja, niet alle vrouwen uit andere culturen lezen Harry Mulisch. Nee, oké, goed. En in sommige culturen laten ze hun vrouw echt niet in bikini op een catwalk staan. Nee? Nee! Hier, geef je ze de kans om te integreren? Hé, waarom doe je niet een soort modeshow? Al die vrouwen in de klederdracht van hun eigen cultuur. Ja, maar dan valt er toch niks te zien? Oké. Ook niks tegen Agathe zeggen hoor, want die rampt me meteen in elkaar. Die denkt dan natuurlijk meteen weer dat het zo'n macho vleeskeuring is. Ja? Huh? Gek hè? Ja, maar goed, ik denk er nog wel even over. Nou. 39,50. Ja, kan je het even opschrijven?
Ik vind het een tikje onsmakelijk. Nee, maar dat is een blunder van Peer. Die dacht nee, namelijk... Nee, lieve jongen, dat jij je nou nog steeds niet hebt omgekleed. Nee, maar dat doe ik ook wel, maar dit moet eerst. Oh, oké. Okay. Wat moet je nou met dat mes? Nou, voor als hij naar mijn strot springt. Ach, jongen, muizen springen toch niet naar je strot? Nee. Idioot. Oh, goedemorgen. Hé, hey, Freek. Waarom zit jij niet achter je bureau? Kon je niet in slaap komen? Meneer Van der Lek, ik lig dubbel. Hé, hey, hallo. De naam is Van der Lek. Ik ben zo'n beetje de directeur hier. Hi. Ja. Ik vind het heel leuk om even met u te praten, maar ik heb ook nog wel even wat anders in huis, hoor. Sylvie Rensselager de Jong. Oh, bent u getrouwd? Nee. Bent u directeur? Hè? Hallo. Hallo. Annabel. Oh, Sylvie. Dag. Zeg, hebben jullie problemen met de riolering of zo? Ja. Weet u, het is een oud gebouw. En dan, ja, dan krijg je dat, hè? Ja. Dus, ja, ga jij dan nog even... Ja. Nog gecondoleerd met Hompela, Freek. Dankjewel. Het is een groot verlies. Ja. Nou, en wie neemt nou al dat werk over? Ja, ik. En dat zal niet meevallen. Nou. Hoe is dat nou gebeurd, zeg maar? Nou ja, hij kwam niet opdagen tijdens de lunchpauze. Terwijl hij er normaliter altijd als eerste is. En daarna hebben ze hem gevonden, achter zijn bureau. Ja, gestorven in zijn slaap. Hoe? Even niet, nou. Hij was een voorbeeld voor ons allemaal. Goh. En ook voor u, meneer Van der Lek. Oh ja? Ja. Heeft u muizen? Muizen? Nou, eentje maar hoor, Freek. Nou, Freek, jij hoeft nergens bang voor te zijn, hoor. Muizen zijn als de dood voor ratten. Wat kunnen wij voor u doen? Ja, om wat voor cursus gaat het precies? Oh ja, mevrouw Rensselager de Jong is projectontwikkelaarster. Oh, schitterend. Zo zie ik mezelf in wezen ook namelijk. Huh. Ja, toevallig wel, ja. Ik ben nou bezig een misverkiezing op poten te zetten. Oh ja, jong? Ja, en ik moet zeggen, u zou er zo tussen kunnen gaan staan. Nee, dank u vriendelijk. Nee, maar het is geen macho vleeskeuring. U zou in bikini geen gek figuur slaan op de cakewalk. Hé, hey, fijn rol. Nee, maar het heeft niveau. Oh ja. Kent u Mulish? Harry, ja, geestige vent. Alleen in bed wordt het nou toch wel minder, hoor. Is dat zo? Nee, maar leest u zijn boeken? Nou, nee, kom zeg. Dus u bent van plan een misverkiezing te organiseren? Ja, hoezo? Wou je in de jury, viespeuk? Mag ik dan misschien even uw podiumvergunning zien? En de bikini-licentie? Ik waarschuw jou, hè? Oh, ik zag hem. Een muis. Waar? Daar. Vertel eens, Freek, wat is nou precies de bedoeling? Nee, ik leid mevrouw Rensselager de Jong even rond. Jij leidt helemaal niemand rond. Ik ben directeur hier. Ik heb de opdracht van de stadsdeelwijkbuurtwethouder zelf, meneer de directeur. Oh, om ja? Mevrouw Rensselager. Ja. Oh, ja. Heb je een huiszoekingsbevel? Oh. Even een break. Huh? Waarom leid jij mevrouw Rensen dingen... Lager de Jong. Waarom leid jij haar hier rond? Moeten wij ons zorgen maken? Nou, de wethouder wil een groot winkelcentrum neerzetten. Aha, ja, en? De verkiezingen komen eraan. En onder ons gezegd, de wethouder kan wel een succesje gebruiken. Zeker na dat gedoe met die onkostendeclaraties. Precies, en nou wil jij ons centrum? Nou nee, we zijn gewoon op zoek naar een ideale locatie. Wou jij mijn centrum slopen? Nou ja, kijk, als we de hoge kosten even afzetten tegen het lage rendement... moet ik zeggen dat dit gebouw oh, wel... Oh ja? Ja. Wou jij in de krant? Hou gewoon uit! Stop. Gedaan. Dan ga je van die tafel af. En snel. Vriend jij ook? Godverdorie, stelletje kleine kinderen. Oké, jongens, de vraag is dus, hoe gaan wij ons verdedigen? Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, Roel, doe dat ding weg. Ja. We moeten een strategie bepalen. Precies, ik zeg vergiftigen. Wat nou vergiftigen? Nou, dat die vallen, die werken dus voor geen meter. Lieve jongen, ik heb het over het winkelcentrum. He? Waar Freek ons gebouw voor wil afbreken. Wat? Wat een klein pestambtenaar. Maar ik heb hier nog op school gezeten, als kind. Ja. Maar Freek wil natuurlijk dat baantje van Hompelaar inpikken. En ik heb hier nog gewerkt ook. Heeft u hier voor de klas gestaan? Nee, toen dit de opslag was van de verffabriek. Ik heb deze vloer nog gelegd. Aha. Met mijn eigen handen. Waar moet ik straks heen de hele dag? Nou, gewoon lekker van uw pensioen genieten. Ome Dirk, we hebben even een strategische bespreking, ja? Ik ben niet met pensioen. Ik ben nog geen 65. Ik ben met de WAO. Ja, hallo. Mag het weer even centraal gaan? Snotneus. Ja. Goed, nou, ik zeg één ding. Ik ga vol in verzet. In verzet? Geweldig. Enig idee hoe? Ik heb een idee. Oh, ja? Wij gaan illegale kranten drukken. Ja? Maar ik vraag mij af of dat zoden aan de dijk gaat zetten, ome Dirk. En wij gaan voedselbonnen stelen. Zo ging dat in het verzet.
En ze kunnen me martelen wat ze willen, maar ik laat niks los. Dat vind ik een hele geruststelling. Morgen. Morgen, Agaat. Hé, hey, we zijn een... Er staat een vent op het dak. Wat? Wat? Op het dak? Wie? Ja, weet ik veel. Had hij een mijter en een baard? Het was een kerel. Dan kijk ik niet verder. Ja. Maar ze zijn toch niet al begonnen met slopen? Nee, 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 dat kan niet. Nee, nee Annabel. Denk eens heel goed na. Huh? Waarom klimt iemand op het dak? Je bedoelt... Oh, ik bel de politie. Nee, die komen toch te laat. Ik ga met hem praten. Is dat wel verstandig? Annabel, ik heb de dood in de ogen gekeken. Als er iemand is die begrijpt waar hij doorheen gaat, nu ben ik het wel. Ik praat hem zo naar beneden. Ja, wel via de trap graag. Ja. In het verzet was er ook eens eentje van het dak gesprongen. Voor de Duitsers. Oh, fijn, ome Dirk. Hadden ze met krijt zijn silhouet getekend op de stoep. Oeh, wacht even, ik pak even iets voor. Wat? Wacht even. En daar was hij toen precies middenin gesprongen. Hé, hey Roel. Huh? Wat hoor ik nou? Ga jij een misverkiezing organiseren? Ja, maar met heel veel kwaliteit en zo. Oké, ze zijn dan wel in bikini, maar... Wat nou bikini? Tanga, man. Veel lekkerder. Tanga? Mijn vrouw had ook eens een tanga gekocht voor op het strand. Ik dacht dat jij er wel hartstikke tegen zou zijn. Dat je dat een macho vleeskeuring zou vinden. Nee, man. Lekker toch? Lekkere wijven kijken. Oh. Hey, mag ik in de jury? Maar ja, mijn vrouw weegt 140 kilo. Ja. Wat is dat? Het is om mee te communiceren. Ah, prima. Dus daar hebben we nooit meer wat van teruggevonden. Van wat? Van die tanga. Verrek, beer. Hé, hey, Roel, wat kom jij hier doen, jongen? Nou, er schijnt een vent op het dak te zitten. Heb jij iemand... Oh, god, wat stom gedaan. Ik zeg, er schijnt een vent, maar jij bent... Beer, waarom? Omdat mijn café plat moet voor dat winkelcentrum. Ja, maar dat is toch nog geen reden om... No. Oh, nee? Ik heb wel 6 exen, hè? Heb jij 6 exen? Man, hoe doe je dat toch, joh? Nou ja, ik trouw nogal snel. Ja, nou, ik wou dat ik er maar 1 had. Oh. Je mag ze van mij alle 6 hebben, bitches. Maar Pierre, kijk nou toch eens om je heen. De zon, de lucht, de vogels. Oh. Wat? Als er iemand is die jou begrijpt, Pierre, dan ben ik dat wel. Oh ja? Pierre, ik ken die wanhoop ook, jongen. Dat je denkt, het heeft allemaal geen zin meer en dat het leven zo oppervlakkig lijkt. Hé, je gaat toch geen gekke dingen doen, hè? Hé, wat? Goed dat ik hier net zit, want ik ga je wel tegenhouden, hè? Nee, ho, we gaan de boel niet omdraaien, hè? Ik ben hier om jou te redden. Hé, hey. Waarvan? Nou, dat je leven als een film aan je voorbij trekt en dat je dan misschien wel gekke dingen gaat doen. Man, ik zit hier voor de tv. Voor de tv? Oh, van een rug te ver of zo, dat je 1000 gulden krijgt als je van een dak afspringt of zo. Nee? Of vuile stinkert. Oké, kom maar tevoorschijn, Ralf. Nee, man. Ik zit hier voor de Stadsdeelwijk Buurt TV. Voor de Stadsdeelwijk... Ja, ik voer actie, omdat dat wethoudertje dat wil zichzelf op de kaart zetten... en daarvoor moet mijn café plat, dus voer ik actie. Oh, dus het was helemaal geen... Oh. Daar heb je ze. Actie geslaagd. Oh, ja. Hé, hey, ik kom naar beneden! Ja, via de trap. Hé, hey, Roel, ga je zien, hè? Annabel, help! Ja, dat is oké. Okay. Ja, gelukkig. Ons niet, dat hele winkelcentrum, dat is gewoon een verkiezingsstunt. En daarvoor moet mijn café plat. Dus vandaar dat ik nu besloten heb om... Op tijd. Lopen we al? 3, 2, 1. Ik ben zojuist op de hoogte gebracht van het menselijk drama dat zich hier heeft afgespeeld. Als stadsdeelwijkbuurtwethouder wil ik mijn intense medeleven betuigen aan de nabestaanden. Waar zijn die bloemen van Heuveldonk? Van den Heuveldonk, meneer de wethouder. Whatever. Maar er is een klein probleempje. Huh? Er zijn geen slachtoffers gevallen. Niet? Nee. Maar waarom bel je me dan op? Dat ja, het slachtoffer is nog net gered, wat ik begrepen heb. Ah, een held. En hij is nog multicultureel ook. Werk van Heuveldonk. Ach, ik zie het als mijn plicht, meneer de wethouder. Ga eens opzij bij de camera. 3, 2, 1. Naast mij staat een man die met gevaar voor eigen leven een menselijk drama heeft weten te voorkomen. Weet je wat een menselijk drama is? Huh? Dat alles je plat moet omdat jij zo nodig een winkelcentrum wilt vlak voor de verkiezingen. En dan kom ik in actie. Kut, zeg. Dit zenden jullie niet uit, hoor.
geweldig van Heuveldonk. Ik sla een playfiguur vlak voor de verkiezingen. Maar meneer de wethouder, ik kon toch ook niet weten dat die man dit als propaganda zou gebruiken? Ja, man, ik heb wel je reet gered, watje. Ah, dus u bent degene die een menselijk drama heeft weten te voorkomen. Kranig gedaan, vrouwtje. Zeg. Zo zie je maar weer, hè, dat het zwakke geslacht... Zeg, ook... zal ik jou eens een bal afdraaien? Kostelijk, die volkshumor. Ik waarschuw jou, hè. Ik waarschuw... Zeg, dit zenden jullie niet uit, hoor. Bedankt, Van Heuveldonk. Ja, meneer de wethouder, ik verzeker u dat toen ik u belde... er echt een man op het dak stond. Ja, dat was ik, Freek. Huh? Ja. Ah, Van der Spek is het niet. Nee, Lek. Was jij dat dan die het leven heeft gered van een multiculturele buurtbewoner? Oh, dat kan ik me haast niet voorstellen, meneer de wethouder. Oh, nee? Nee. Nou, toevallig is het wel zo, hoor. Prima, prima. Kom eens even naast me staan. Huh? Precies. Alleen, het was de bedoeling, maar Peer die wou niet. Sure, hè? Maar jij staat onder mij, hè? Ik ben dus politiek verantwoordelijk. Lopen we nog? 3, 2, 1. Dus u ziet, beste kijkers... dat de stadsdeelwijkbuurtraad werkelijk zorg draagt voor haar ingezetenen. Ja. Welke kleur ze ook hebben. Ja. Ga even zitten, Van der Lek. We gaan een diepte-interview doen. Ja, nou, beter van niet. Ik heb weer alles laten lopen. Kurt! Wat? Zeg, we gaan dit niet uitzenden, oh, hoor. Oh, nee, dat gaan we niet uitzenden, hoor. Nou, dat was nog eens even een gouden tip van Heuveldonk, hè? Wat heb ik me fijn kunnen profileren, zeg? 2 weken voor de verkiezingen. Maar meneer de wethouder, ik zweer u... Allemaal onzin. Huh? Wat? Ja, dat kan toch helemaal niet? Een verzetsdaad op het dak. Dat hoort onder de grond, net als in de oorlog. Woont u in de stadsdeelwijkbuurt? Ja, al mijn hele leven. Ah. En u hebt in het verzet gezeten? Schitterend! Lopen we nog? 3, 2, 1. Beste kijkers, hier naast mij staat een verzetsheld... die zijn hele leven in de stadsdeelwijkbuurt heeft gewoond. U kunt ons vast wel vergasten op enige saillante anekdotes. Hè? Wat er al zo gebeurde in de oorlog? Oh, ja. Nou, je had de Duitsers. Huh? En je had de... geallieerden. Kostelijk. Maar het verzet? Oh, ja. Tulpenbollen. Huh? Mijn vrouw en ik eten nog maandelijks 1 keer per maand... tulpenbollen ter memorium van hen die zijn gevallen. Ja. Oh, mijn Dirk, er is helemaal niemand gevallen. Even niet, Van der Spek. Voor mijn vrouw is dat wel goed, hoor. Want die weegt 140 kilo. Oh, nee. Nou hadden we laatst een tanga voor je gekocht. Wat een schitterend stukje stadsdeelwijkbuurtgeschiedenis. Ja, nou, ik heb hier nog op school gezeten. Ach. En ik heb hier gewerkt. Toen hier de verffabriek zat, heb ik hier de vloer gelegd. Met deze handen. Om onderduikers te verbergen, natuurlijk. Nee, dat komt in die verf, zat polypleurielacetaat. En dat vreet dwars door je vloer. Schitterend, maar er zaten toch ook wel onderduikers hier onder de vloer. Nou, weet u, ome Dirk bedoelt, meneer de wethouder... dat de bodem ernstig verontreinigd is door die pluriel-polytaat. Polypleurielacetaat. Ja, dat bedoel ik. Nee, jij dus, zei... pluriel-polytaat. Oké, Dirk. Maar dat is fout. Het is polypleurielacetaat. Want pluriel-polytaat, daar heb ik nog nooit van gehoord. Okay, whatever. Ja, whatever, ome Dirk. Dus, meneer de wethouder, als u hier een winkelcentrum wilt bouwen... dan zult u de bodem eerst grondig moeten reinigen. En dat, beste kijkers, gaat in de miljoenen lopen. Kurt. En dit gaan jullie wel uitzenden. Dat Heuveldonk. Oh. Jij. Meneer de wethouder... Hé, hey, hallo. Nou, je hebt me wel een klus door de neus geboord. De grond schijnt zwaar verontreinigd te zijn. Ja, ik hoorde zoiets. Slim, hoor. Ja, sorry. No hard feelings. Oké. Zeg, ik heb jou zo eens bezig gezien. Oh ja. Wat houdt jouw werk hier precies in? Nou, ik zorg dat alles hier zo'n beetje doorhobbelt. Ja. Doorgroeimogelijkheden. Niet. Zou jij niet iets willen opbouwen? Dat je ook echt resultaat ziet van je werk? Nou, dat zou op zich wel eens lekker zijn, ja. Maar ja. Waarom kom jij niet voor mij werken? Voor jou? Oh, nee, ik hoor hier. Nee. Wat verdien jij precies? Vind ik een beetje lastig. Oh, schrijf het op anders. Het is...
Dat meen je niet, zeg. Het eerste jaar, daarna praten we verder. Ja, maar er is nog een andere reden. Laat me eens raden, een man. Ja. Toch niet die hufter van een ambtenaar? Nee, oh nee zeg. Nee, die andere hufter. En kan dat mannetje niet eens voor zichzelf zorgen? Voor geen meter. Ha, Annabel, perfect geregeld, hé. Oh, sorry. Hallo, hi. Dag. Ja, het is zo giftig als de kleren hier, dus ze kunnen geen eens een winkelcentrum neerzetten. Hè? Want dan steekt iedereen de moord. Yes! Sorry hoor, maar... Geen punt. Ja. Ik kan werk en privé heel goed scheiden. Ah, mooi. Want wat had jij gedacht met eten te gaan doen? Huh? Nou, ik was even met Annabel aan het praten. Ja, dan kan je echt ontzettend goed met haar, hè, Annabel? Nou, ja. Annabel kan nog wel wat meer, dacht ik. Nou, dat moet je mij vertellen. Ze is een topvijf. Als ik ooit een andere baan neem, dan neem ik haar mee. Zo'n secretaresse vind je nooit meer. Hè? Maar we hebben verder niks, hoor, of zo. Oh, ik dacht... Hè? Oh, nee. Ik zie die meer als een soort zus, hè, Annabel? Zo is het, precies, Rol. Ja. Denk er nog eens over na. Ja, dat doe ik. Oh, dat moet ik ook eens laten maken, hè? Ja, bewaar jij het even voor me, Annabel? En bel gerust, hè? Ja, nou, reken maar. Dat is een leuk wijf, hè? Mens. Leuk mens. Maar ik ben voorzitter van de jury. Ja, ja, een beetje lekkere wijven kijken, hè? Fietspeuk. Het was anders wel mijn idee, ja. Nee, jouw idee was in bikini. Mijn idee was in tanga. Als... Nou, opgedonderd! Nee, jongen, wat is dat nou? Nou, dat ik mijn eigen zaal niet meer in kan, bij mijn eigen misverkiezing. Nee, Roel, wat is dit? Oh, de muis is dood. Ja, in de val. Zo zielig. Ja, maar dat wou jij toch? Ja, maar nou hebben we dus geen muizen meer, maar dan krijgen we misschien ratten. Dus toen dacht ik... Hè? Lieve, kan ik even met je praten? Ja. Hey, wist jij dat ome Dirk in het verzet had gezeten? Roel, denk eens na. Ja, goed, ja. Waarover? Hoe oud is ome Dirk? Weet ik veel. Nou, in ieder geval nog geen 65, want hij zat in de WHO. Nou, dat hij arbeidsongeschikte was, dat wist ik al, ja. Dus in de oorlog poepte hij nog in zijn luiers? Ja? Had hij ook een elektrische schok gehad dan? Oh, hey. Dat zijn vrouw 140 kilo weegt. Stel je voor dat je daarmee... Nou, liever niet. Nee, dan weten we in ieder geval hoe hij in de WHO gekomen is, hè? Ja. Hoe kunnen wij even praten? Ja. In het kantoor? Ja. Nu? Oh. Wij moeten even praten, hoor. Ja, dat moeten we zeker, ja. Annabel. Ja. Kijk mij eens heel diep in de ogen. Ja. Wat zie jij? Ik zie gewoon een hele lieve jongen. Hè? Ja, nee, ook natuurlijk. Maar zie jij niks bijzonders? Wat bedoel jij precies, Roel? Ja, ik heb eens heel goed nagedacht, hè, over ons. Oh ja? Ja. Kijk, want voor ons is dat gif in de bodem natuurlijk ook niet zo best, hè? Oh, ik dacht dat jij iets heel anders wou. Nee. Kijk, het punt is, we weten niet wat voor gif.